VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Eén dag na de nederlaag tegen FC Utrecht maakt VVV zich op voor de beladen derby tegen concurrent Roda JC. Zometeen een voorbeschouwing. We praten na over VVV FC Utrecht. Maar eerst de beloofde beelden van de 2-2 tegen Heerenveen. Dit is geen buitenspel. Dan is T weg. Heeft hij ook nog een speler mee? Maar ja, van de spits kan je ook denken dat hij het zelf doet. En dan zit hij erin. En daar is dan zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Daar zit hij zo lang op te wachten. En de vroege voorsprong is er voor VVV. Hij speelt goed. Dat doet hij vrijwel het hele seizoen al. Maar hij scoorde maar niet. Ongelukkig de bal, zou je kunnen zeggen, in eigen doel gewerkt. Maar de bal was al op weg naar het doel. Dus hij zal tellen als treffer voor T. Schaars achter de bal. Kan Dumfries hem terugkoppen? Ja, dat lukt. Sterker nog, hij komt er maar gewoon in. APPLAUS 1-1 door de rechtsback. Wat komt hij hoog, wat timt hij goed. En wat valt die bal fraai binnen. Kobayashi. Veerman, geen buitenspel. En knap geschoten, goed gered. Geen rebound. En geen penalty. Maar zo'n doelpunt kan wonderen doen voor een ploeg. Pieren meldt zich ook voor het doel. Michailovic geeft voor. En die gaat er bijna in één keer in. Ik had toch niet de indruk dat hij nog werd aangeraakt. Ja, Schaars. Geen echte kopkans. Halve was het voor Heu. Oeh, wat leek me op zijn minst gevaarlijk spel. En op het moment dat de tegenstander geraakt wordt, mag je er ook een directe vrije trap voor geven. Hier is Flap weg. Veerman en die schiet hem erin. Terwijl Kobayashi op de grond ligt. Geraakt aan het hoofd. Die heeft echt verzorging nodig. Scoort Heerenveen. Veerman heeft zijn doelpunt te pakken. Heerenveen leidt en Kobayashi moet worden opgelapt. Kobayashi neemt. Oenestal met één vuist. Schaars vangt op. Prima bal van Schaars. Kobayashi. Oh, dat is door de benen. En Kobayashi in twee keer. En tot twee keer toe Oenestal. Rutte. Breng hem maar in, geeft Stijn aan. Wel een beetje in de buurt van iemand van VVV die kan koppen. Dit is goed het lichaam gebruikt door T. Hunten. Dit zou een kans kunnen zijn. De rebound valt goed en... Nee, zit er niet in. Seuntjes lijkt er voor het intikken te hebben. Daar is kans nummer 1 op de gelijkmaker dus. Trap van Leemans. Krijgt hem niet langs de eerste man van Heerenveen. Van Brugge, Hunten. Leemans, nog een poging. Die is beter. Dumfries kopt weg. Schot van Krooij van richting veranderd. Vliegt er zomaar een van Seuntjes. De man van de ongelukkige eigen treffer tegen AZ. Hier met een iets wat gelukkige gelijkmaker in Heerenveen. Ja, daar is Van Krooij die schiet. Hij steekt zijn voet uit Seuntjes en hij valt precies goed. Het is meer een reflex dan dat je dit nou allemaal heel bewust kan noemen natuurlijk. En dan zit de wedstrijd erop en pakt VVV ook bij Heerenveen een punt. Het fluitconcert is duidelijk. Seuntjes van Schlemiel tot held. Na de wedstrijd tegen Heerenveen stond gisteravond in de Kool alweer de volgende wedstrijd op het programma. Ruim een maand geleden versloeg VVV FC Utrecht nog met 3-1 voor de beker. Maar deze keer trok de ploeg uit de Domstad met 0-1 aan het langste eind. Ja, ik denk dat een kwestie van toch de kansen die je krijgt in de eerste helft, dat je die binnen moet schieten. En ja, Utrecht heeft eigenlijk tot in die eindfase, totdat ze gaan counteren, geef je ruimte weg, hebben ze eigenlijk maar één kans gehad en die lag gelijk binnen. Terwijl je zelf natuurlijk wel een aantal hele goede mogelijkheden hebt gehad om te scoren. En ja, dat laat je nu na, terwijl je dat in de wedstrijd thuis tegen Utrecht... kan me herinneren dat Torino daar ook 1-1 op de keeper kwam. En nu doen we het niet en toen wel. Ik vind dat eigenlijk wel het verhaal van die wedstrijd is. Ik denk dat we slecht aan de wedstrijd waren begonnen. En kom je 1-0 achter en daarna krijg je kans op 1-1.
Ja, en die maak je niet. En dan op het eind staat niet meer mee, denk ik. Dus een beetje pech gehad, denk ik. Je had liever deze gevonden in plaats van die andere, of niet? Ja. Ik denk het wel, ja. Kijk, beker is leuk als je ronde verder komt, maar competitie is het belangrijkste. Dus ik had liever gisteren gewonnen, ja. Ja, jullie lijken wat iets minder gelukkiger in de laatste wedstrijden eigenlijk dan, als je het zo bekijkt. Ja, kijk, als je sec naar alles kijkt, dan heb ik juist het gevoel dat we beter spelen de laatste week als in het begin van het seizoen. Alleen in het begin van het seizoen, bij wijze van spreken, elk schot op het doel vloog binnen op de meest mooie manier. En nu vind ik dat we beter spelen. Als je alle wedstrijden naast elkaar legt, dan heb je Willem II thuis goed gespeeld, maar jezelf niet beloond. AZ thuis goed gespeeld, de beste kansen gehad. Heerenveen uit terecht een punt gepakt. En ik denk dat je gisteren ook meer had verdiend dan de nederlaag tot nu toe. Dus het spel was prima. Geven relatief heel weinig kansen weg. Zelfs tegen een goede ploeg als Utrecht. Ja, dan je moet wel de ballen uiteindelijk zelf erin schieten. Ja, laatst kwam dat ook al aan de orde. Jullie hebben er extra op getraind nog. Wat kun je er nu nog aan doen? Nou, met de jongens aan de slag gaan en het vertrouwen blijven geven. En elke keer toch in de situatie proberen te brengen dat ze situaties gaan herkennen. En dat is trainbaar. En dat is ook onze taak om die jongens daarmee te helpen en daarmee aan de slag te gaan. Beelden van de wedstrijd VVV FC Utrecht mogen we helaas nog niet laten zien. Die zie je dinsdag in VVV TV. Terwijl de reserves het in een spelletje tegen elkaar opnemen vandaag tijdens de training in de Koel, komen de basisspelers één voor één naar buiten voor een uitlooptraining. Grote vraag blijft toch wanneer één van deze reserves echt een kans krijgt in de basis. Ja, goed, dat moeten we dadelijk kijken richting Roda, hoe we dat in gaan vullen. Maar ja, ik heb op basis van alle wedstrijden de laatste weken geen... vind ik dat die jongens het gewoon goed doen. En er is niet heel veel reden om te wisselen. Ja, we schieten de ballen er niet in, maar dat is geen zekerheid dat de jongens die op dit moment niet spelen, dat die dat wel doen. Moeten die niet een kans krijgen een keer? Ja, maar die kansen die moet je verdienen op basis van training en op basis van wedstrijden. En daar vind ik ook dat er nog niemand echt aan de deur klopt. En als je de commentaren hoort van bijvoorbeeld gisteren van Utrecht kant. Als je hoort hoe zij, hoe lyrisch zij over ons aanvalsspel zijn. Met name over onze spits. Als je Willem Jansen daarin hoort na afloop even bij ons op kantoor. Dat hij zegt, het is echt een waanzinnige spits. Is zo moeilijk te bespelen. Dan geeft dat alleen maar aan dat wij dat op de juiste waarde inschatten. Alleen ja, uiteindelijk hoop je dat hij dadelijk een keer wel de goede kant op valt. Wie er zeker nog niet bij is, maar wel weer op het trainingsveld vanmorgen, is Danny Post. De aanvoerder heeft last van een pees onder zijn voet. Iets dat met rust moet herstellen. Ja, dat duurt lang en dat wisten we. Dus daar reken ik niet meer op voor de winterstop. En ik hoop dat hij na de winterstop, als we 3 januari weer gaan beginnen, dat hij volledig fit is. Maar ja, dat moeten we afwachten. Zaterdag komt VVV dus weer in actie. Dan wacht een beladen derby. De Venlonaren reizen af naar het zuiden van de provincie voor het treffen met hekkensluiter Roda JC. Ik snap dat... binnen Limburg een beladen wedstrijd is. Maar ja, zo vat ik dat soort wedstrijden nooit op. Ik heb dat in het verleden ook niet gedaan met in mijn periode bij ADO bij wedstrijden als tegen Ajax en Feyenoord. Dat zijn ook altijd beladen wedstrijden, ook gezien de verhoudingen met de supporters. Nou, je moet gewoon je ding doen en ons aan de basisafspraken houden. En ja, dan moeten wij daar zo goed mogelijk voor de dag komen. Ja, ik denk dat iedereen wel weet hoe belangrijk deze wedstrijd is. Natuurlijk als Limburg heb je wel extra dat gevoel, denk ik, van tegen Roda spelen. Maar zoals ik al zei, iedereen weet wel hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ja, het is VVV nog nooit gelukt om daar te winnen. Tijd dat daar verandering in komt? Ja, dat zegt niet zoveel, denk ik. Ik denk dat we dit seizoen al redelijk wat... Ik heb bij Twente ook al heel lang niet gewonnen. Laten wij dan nu bij Roda maar zorgen dat we daar 3 punten pakken. Belangstellende kijker hier op rechts. Wil je meedoen, Ralf? Ja. Ja, de wedstrijd tegen Roda, hij vroeg het aan Roel. Hij als Limburger, Venlonaar. Is het anders voor die Limburgers dan voor jou bijvoorbeeld? Nou ja, het zal wel iets anders zijn. Maar ja, ze staan soms direct concurrent. Dus wat dat betreft is hetzelfde. Maar dat het Limburg tegen Limburg is, dat maakt voor de Limburgers misschien wel extra speciaal. Maar iedereen weet gewoon dat het een directe concurrent is. Dus iedereen zal gebrand zijn op de overwinning.
Ja, het moet pijn doen als je van de hekkensluiter gaat verliezen. Ja, ook dat ja. Dus er komen veel dingen bij die ons motiveren. Hoe is het met jouw knie? Ja, een beetje ontstoken, maar wel goed voor zaterdag denk ik. Was wel slim om te spelen dan gisteren? Jazeker. Kun je kijken hoe die is hè. Zonder te meten weet je het nooit. Nu moet zich dat ja, herstellen? En, ja, een beetje herstellen en dan dat het morgen al veel beter eruit ziet. Je wilt van niemand verliezen, of het nou van de nummer 1 is of de nummer laatste. En zo gaan we ook al die wedstrijden in. En het is een belangrijke pot gezien de stand op de ranglijst. Maar nogmaals, uit de laatste wedstrijden haal ik zoveel vertrouwen dat wij met heel veel vertrouwen naar Roda afreizen. Nou, de buitenwacht die zegt van de zorgen worden groter in Venlo, daar ben jij het dan absoluut niet mee eens? Nou, als je op de stand op de ranglijst kijkt, dan zie je dat het dichter bij elkaar kruipt. En dat is logisch dat de mensen zo reageren. En dat snap ik ook wel. Alleen, ja, ik hou me met name vast aan het spel wat ik zie, aan de kansen die we creëren. De relatief weinig kansen die we ook gisteren in zo'n wedstrijd als tegen Utrecht weggeven. Ja, dat geeft me alle vertrouwen in de goede afloop van de competitie. Absoluut. VVV wist dus nog nooit te winnen in Kerkrade. En voor de laatste punten die de Venlonaren meenamen uit het zuiden, moeten we terug naar 1993. Toen werd het 0-0. De laatste ontmoeting in de Jupiler League eindigde in 2-1. De Venlonaren kwamen toen op voorsprong door Kaluta. De laatste ontmoeting in de Eredivisie opende VVV ook te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Holla. Goeie vrije trap. Onderkant lat en de rebound. En dan is VVV... toch de ploeg die terecht op voorsprong komt. Yoshida helemaal vrij voor de rebound. VVV leidt in de 39e minuut. En dat had al veel eerder gekund. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.